Oké. Okay. Brian, heb je het naar je zin op trainingskamp? Ja, ontzettend. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. We trainen lekker hard. En, jammer dat ik een beetje saaie kamergenootjes heb. Ja, dat klopt. Je slaapt met Pas weer op de kamer. Waarom vind je Pas weer zo saai? Het gaat eigenlijk meer om Thomas Bruns. Vertel verder. Die zegt altijd, ik ben de klommet. Nee, dat zit er niet. Maar, ik heb het wel naar mijn zin op de kamer, moet ik zeggen. Hoe kan het dan dat jij dat niet hebt? Nee, jawel joh. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. En, wij echt een goede groep hier, dus is prima. Wat vind je van de trainingen van de trainer? Zwaar, man. Helemaal naar de kloot iedere keer. Vind je het te zwaar? Nee. We trainen lekker. Ik moet zeggen, het is ook een lekker weertje. Dan krijg je ook wat meer energie. Dus trainen bevalt me prima. Oké, je hebt de eerste training iets extra's moeten doen, heb ik begrepen. Waarom was dat? Kan je dat uitleggen? Absoluut, kan ik uitleggen. De groep had gemiddeld 11 kilometer gelopen en ik zou zogenaamd 7 kilometer hebben gelopen. En, ja, ik heb ook gelijk gezegd dat die ijsjes niet klopt wat we om hebben, want die 3 trainingen daarna heb ik de meeste meters gelopen. Dus ja, ik wil... Dan kloppen die ijsjes inderdaad niet als jij de meeste meters hebt gelopen. Nee, als je me laat uitpraten, dan had ik precies hetzelfde gezegd. Oké, ik denk, maak hem vast. Goed, dat zijn mijn vragen, denk ik. Ja, Thomas. We zijn hier op trainingskamp in Spanje. Waar zijn we eigenlijk hier precies? Kan je uitleggen waar we zijn en wat we hier precies doen? Ja, we zijn geland op Alicante. Toen moesten we een uur en een kwartier met de bus. En nu zijn we in Oliva Nova Hotel. Het is fantastisch mooi weer. Zoals jullie een beetje kunnen zien hierachter. Mooi zonnetje. Kijk weg over de zee. En we zijn hier op trainingskamp. Ja, dit was genoeg. Nee, maar je ligt dus op de kamer met Pas, Veer en mij. Kan je een beetje uitleggen aan de mensen thuis hoe het eraan toe gaat? Ja, Pas heeft zijn laptop aangesloten op de televisie. Dus we hebben muziek van de Spotify van Remco. En daar komen alle soorten liedjes voorbij. Af en toe kijken we s'avonds een filmpje via Netflix. En voor de rest doen we een spelletje. En dat was het eigenlijk. En hoe heet het spelletje? Een beetje reclame maken? Krijg je misschien nog wat geld voor een keer? Ja, zouden ze eens doen. Parcheesi. En wie was de winnaar? Ik. Leugenaar. Kan die goed liggen. We zijn samen op vakantie geweest, Curaçao. Lijkt het een beetje op de vakantie in Curaçao, of niet? Ja, lijkt er echt op. Hier moeten we alleen werken. Curaçao hoeft er dan niet. Oké, dan zijn dit mijn vragen. Ik heb nog één vraag voor jou. Waar gaan we eindigen dit seizoen? Ik denk dat we de play-offs halen voor Europees voetbal. Dat vind ik een beetje te gemakkelijk. Waar gaan we eindigen dit seizoen? De vierde plek. Dat is mooi, daar hou ik je aan. Ik zie je snel. En wat verwacht jij, welke plek? De vierde plek. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar Vitesse TV. Je kunt je hier abonneren op www.vitesse.com. Hoi. Misschien moet je toch voetballen stoppen en dit gaan doen. Nee, ja, precies. Ja, deze vraag, daar zijn we eigenlijk snel klaar mee. Want wat is je mooiste goal wat je gemaakt hebt voor Vitesse? Mijn... Heb je dat wel? Ja? Ga je bij de hand doen? Ja. Vies wel klein ventje. Mijn mooiste goal was denk ik de vrije trap tegen Roda uit. Als dit alles is. Ja, die voor jou zal Excelsior zijn. Hè? Dat je een bal verkeerd raakte. Maar vertel mij even aan de rest van de kijkers. Ik heb er nog eentje gemaakt. Zo'n onderkant lat, Lazio uit. Oké, jongens, de tweede seizoen zelf. Gaan wij nog een keer knallen. We hopen dat jullie allemaal erbij zijn. Ben je er nog niet bij? Je kan voor half seizoen seizoenskaarten halen. Doe dat snel, want ze gaan hard. Je wil dat vuurwerk natuurlijk niet missen. Ik zie jullie.